Ik ben hier op de onderzoekstoren van het Erasmus Museum. En ik spreek vandaag met Lucia Giannini. Zij is artsonderzoeker bij de neurologie. En ik spreek met haar omdat zij de oprichter is van het Green Team Biomedical Research. Fijn dat we hier mogen zijn bij jou. Nou, fijn dat jullie kwamen. Wat heeft ertoe geleid? Waarom wilde jij dat Green Team oprichten? Nou, als onderzoekers hadden we door dat we een vrij grote voetafdruk hebben. En dat komt door het feit dat we best veel afval produceren in het lab. Ja. Maar ook dat we veel energie verbruiken vanwege het gebruik van een grote apparatuur in het lab. Er was niks. Een jaar geleden of anderhalf jaar geleden was er niks op het gebied van laboratoria en verduurzaming van laboratoria in het Erasmus MC. Dus we dachten met een groepje, ja, we moeten echt daarmee aan de slag. Mooi. Ja, heel goed om dat te doen. En wat zijn de eerste dingen die jullie hebben aangepakt? Want nog even, voor mij is dit een hele vertrouwde omgeving. Hè? Ik heb ook op zo'n lab gewerkt. Inderdaad, de hoeveelheid plastics die dan door je hand gaan iedere dag, dat zijn er best wel veel. Ja. Dus, maar hoe zijn jullie te werk gegaan? Nou, aan het begin wilden we sowieso mensen informeren over de voetafdrukken van laboratoria en het onderzoek in het algemeen. Dus we hebben een paar events georganiseerd waar mensen ook bewust raakten over de gedragen die niet goed zijn. En daarna zijn we begonnen om duurzame gewoonten te implementeren op laboratoria middels het programma LEAF. Wat betekent Laboratory Efficiency Assessment Framework. Het is een programma die met praktische criteria helpt onderzoekers en labmedewerkers om duurzaam om te gaan met hun eigen activiteiten. Mooi, mooi. En kun je daar een concreet voorbeeld van noemen? Wat jullie daarmee bespaard hebben of minder gebruiken? Of... Ja, zeker. Wat LEAF aanraadt is bijvoorbeeld om eerst dingen te gaan recyclen zo goed mogelijk. Dus in het Erasmus MC zijn we begonnen met het recyclen van soft plastic en harde plastic van alle laboratoria, wat een groot onderdeel is van de afval die we produceren. Ook proberen we op te letten met het gebruik van apparatuur. Dus binnen LEAF willen we apparatuur proberen uit te zetten na gebruik of aan het einde van de dag. Ja. En om mensen bewust hiervan te maken, hebben we stickertjes geplakt op de apparatuur. Om hem uit te zetten aan het einde van de dag. En we weten dat het inmiddels heel veel energie scheelt. Ja. Een ander belangrijk voorbeeld is de zuurkast. De zuurkast is een enorme energieverbruiker van het laboratorium. Die verbruikt zoveel energie als 3,5 huizen. Zo. En wat we doen daarmee is proberen de zuurkast of de frontschouw van de zuurkast dicht te doen na gebruik. En als we dat doen, dan voorkomen we een enorme hoeveelheid van energieverbruik. Kan door de helft worden gereduceerd, zo'n verbruik. Dat is goed. Ja. Dat is goed. En jij bent ook landelijk actief nu, hè? Ja, dat klopt. Ja. Wat doe je? Nou, ik zit bij Green Labs NL. Dat is het netwerk van duurzaamheidsgerichte onderzoekers. En daar zijn we inderdaad ook bezig geweest met het implementeren van deze duurzame gewoonten in veel instellingen in Nederland. We zijn nu denk ik met 11 of 12 instellingen bezig. En dat zijn allemaal academische instellingen, ziekenhuizen, maar ook universiteiten. En we zijn ook bezig in gesprek met financieringsinstanties en ook de industrie om te kijken of we steeds duurzamere oplossingen kunnen vinden voor laboratoria. Wat goed, dus je hebt echt een hele beweging in gang gezet, hè, op deze manier. Heel mooi. Ja, ja. Wat is nou jouw tip voor, jouw duurzame tip voor Erasmus MC'ers? Nou, voor de medewerkers van laboratoria en voor onderzoeken. LEAF en bij jullie. Doe vooral mee aan LEAF, dat is een superbelangrijk iets die veel kan schelen aan het einde. Dus kleine stapjes die veel impact kunnen maken als geheel. En voor iedereen zou ik zeggen, wees bewust van je eigen omgevingen en neem ook de verantwoordelijkheid daarvoor. Ja. Dus in de kamer waar je de meeste tijd besteedt op het werken, zijn er misschien kleine dingen die kunnen worden aangepast. Licht uitzetten, computer uitzetten of nog beter recyclen. En als je dat doet, als we dat allemaal doen, dan wordt dat een grotere beweging. En kunnen heel, we echt, precies. Heel veel kleine stappen die uiteindelijk een hele grote maken. Inderdaad. Ja. Mooi. Ontzettend leuk om te horen. Dankjewel. Ja.